We zitten nu bij de Acabia. En de Acabia wordt wel schijnaugurk genoemd. Je hebt ook een andere ondersoort. Dat wordt chocoladerank genoemd. Maar eigenlijk is dit de schijnaugurk. En de chocoladerank die is heel erg aanverwant. Dat is de Acabia trifolata. En dit is Acabia quintata. Nou, dit is de zilverbels, het ras zilverbels. Dat is eigenlijk een siervariant. Nou, hier heb ik een kaartje erin. Dit is een plant van 1 jaar. En die heeft dus afgelopen voorjaar gebloeid. En ik zal even vanaf het kaartje, dat is iets handiger zien. Die bloem die nu in zicht is, dat is de vrouwelijke bloem. En die bloemetjes, dat zijn de mannelijke bloemen. En die moeten andere vrouwelijke bloemen bestuiven van een ander ras. Want je hebt bijvoorbeeld ook de alba, de cream form, de gewone botanische, laat maar zeggen. Dat is dan een gewone Acabia quintata, wat dan niet speciaal een ras is, maar gewoon hele mooie paarse bloemen geeft die heerlijk geuren. Dus er zijn bepaalde rassen. En wat wij dus zien, is de zilverbels, dat is dit ras, die geeft heel makkelijk fruit. Nou, en je kunt zien, dit is dus een plant van die nu 1 jaar in deze pot staat. Die gigantisch had gegroeid is en dit is het tweede groeiseizoen dat in deze pot staat. Dus 3 jaar na het stekken. En ik durf hem niet te ver te buigen, maar je ziet gewoon de vrucht die vult gewoon letterlijk mijn hand. En dit hadden we eigenlijk nooit durven dromen dat er zulk groot fruit in zou komen. Want als je ziet hoe fragiel die steeltjes zijn, ook wat er aanhangt. En hoe zwaar, ja, dat kun je natuurlijk niet vanaf een filmpje zien, hoe zwaar dit is. Want die vruchten die zijn naar schatting ja, meer dan 150, 200 gram wat ik nu in mijn hand heb. Hij is nu natuurlijk nog niet rijp. En hoe kun je zien wanneer die rijp is? Nou, dan gaat hij open, net als een mossel. Een mossel die veert dus open. Je hebt hier een lijn lopen en daar blijft hij op vastzitten. En aan de onderkant, daar gaat hij zo meteen openbarsten als hij rijp is. En dan heb je een pulp die een beetje lijkt op passiefruit. Passiefruit is een beetje jelly. Ja, hoe moet je het omschrijven? Er zitten pitjes in, maar die pitjes die ervaar je helemaal niet. Want dat is gewoon heel zacht, aromatisch. Nou, en de schijnaugurk die heeft dat ook. De schil die kun je overigens ook gebruiken, die is heel bitter. En de pulp, dat is ja, licht tropisch, een beetje lastig omschrijven. En ik moet bekennen, dit is het eerste jaar dat we vruchten hebben. Dus wat ik nu zeg, dat heb ik ook voor horen zeggen. Maar ik maak dit filmpje nu al. Want stel dat die over 2 weken rijp is, dan zijn wij helaas met vakantie. Dus hopelijk volgt er nog een filmpje dat we zeker kunnen laten zien hoe de rijpe vrucht eruit ziet. En ook zeker ter plekke hoe die zal smaken. Nou, hier hebben we nog meer vruchten. Alleen door de wind zijn hier een paar. Kijk, hier heeft nog 1 vrucht gezeten. En hier zo. En je ziet gewoon, nou, één vruchtstukje, dat is al. Ja, dat is gewoon een gigantisch grootje voor zo'n plant. En overigens is het een klimplant. Die staat hier gewoon langs een bamboestok. En deze die hebben we nog in de pot staan. Die gaat zeker wel de volle grond in. Maar we wouden gewoon eens om te testen. Ook qua bestuiving. Wat goed ging. Nou, de cream farm, daar zat nog 0 vrouwelijke bloemen in. Dus die kon niet bestoven worden. En deze is bestoven door de alba. En de alba is dus een witte bloem. Die ook heel mooi is en ook heel makkelijk vrouwelijke bloemen geeft. En daar zaten een paar vruchten in, maar die zijn allebei helemaal uitgewaaid. En dat is gewoon ontzettend zonde, want we hadden eigenlijk ook een smaaktest willen doen. Welke dus het lekkerste zijn. En deze die is ook heel geschikt om hem een iets donkere plek in de voedselbos neer te zetten. Een mooi voorbeeld is bij Wouter van Eck in Ketelbroek. Daar hebben we ze ook in de bomen gezien vorig jaar zomer. Nou, dan zie je dus dat ze in de boom hangen. Op een metertje of 3, 4, dus niet altijd even makkelijk bijkomen. Maar als je er goed bij kunt komen, dan het is een fruit die waarde toevoegt. Doordat het en onbekend is, dat is natuurlijk altijd leuk. Maar ook dat je een dubbel doel van de boom kunt maken. Want zo hebben wij zelf bijvoorbeeld ook perziken waar weer druiven in groeien. Nou, dat is niet normaal. De perziken hangen erin, maar de druiven die hangen ook massaal in. Nou, en dat willen we met de schijnaugurk ook doen. En dat kan ook dus. Mooie klimbomen zijn bijvoorbeeld ook de Spaanse aak.
Ook wel veldeisdoorn genoemd. De berk. Berken, dat zijn ook min of meer pioniers. Die je later ook weer af kunt zagen en weer laten vallen. Wat weer de bodem te goede komt. En daar kun je ze dus voor een hele lange tijd ook in laten groeien. Heel af en toe wil de Acrebia wel eens onder de grond doorwandelen. En dan, dan komt hij ergens anders dus weer op. Maar het is geen grote woekeraar. Ze hebben wel een hele grote groeikracht. Dus een boom van 7, 8 meter, nou ja, als hij naar zijn zin heeft, dan zit hij in een mum van tijd bovenin. Je kunt ook zien, vanaf hier zo, tot aan de bovenkant van de stok. Die stok die is 1,80 meter, is die zeker gegroeid en hebben we hem zelfs nog in moeten snoeien. En het tweede jaar dan remt hij wel een beetje. Doordat hij vrucht gaat dragen, dan zie je dat er dus meer energie naar de vruchten toe gaat. Maar ik denk als zo'n plant eenmaal in de volle grond staat, en je hebt er dus een goede bestuiver bij, en dat is in dit geval zeker de alba, want ja, die, normaal gesproken dan kunnen de vruchten ook leeg zijn, maar als ik nu voel hoe zwaar ze zijn, nou, die kunnen niet leeg zijn. Die zitten boordevol met dat heerlijke pulp. Hebben jullie ze al wel kunnen proeven? Zet gewoon je reactie onder deze video. En het is leuk om elkaar ook te delen wat werkt en wat niet werkt. Dus dit is de Acrebia quintata. En dit is het ras Silver Bells. Dat is een ras die je niet overal even makkelijk kunt vinden. Wij hebben hem wel in de webshop staan. En deze die is dus vanaf vroeger begin eigenlijk al vruchtbaar.